Noordwijk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber van de Meermakelaars en restaurant Heromina. Een hele tumultueuze week voor onder andere Pieter Vink. Kan jij nog eens precies vertellen hoe dat allemaal in zijn werk zit met die Van der Sar? Ja, tumultueuze week zeker. Het is natuurlijk een paar weken geleden al gespeeld. Moes geblesseerd geraakt tegen Quick Boys. Edwin was hier aanwezig. En de dag daarna zagen we hem bij Ajax. En toen werd er door Henk Hoogvorst, de voorzitter, eigenlijk zo heel met een geintje gezegd. Joh, Edwin, dan moet jij het maar gaan doen voor ons. Ja, en daar zei hij eigenlijk niet gelijk nee op. Ja, toen dachten we van, ja, als hij het niet gelijk afkapt, misschien kunnen we er wel mee. Dus toen hebben we eigenlijk ons geheime wapen, Ruud Breuring, zijn oude trainer, hebben we ingeschakeld. En Ruud heeft er heel veel tijd en energie in gestoken. En uiteindelijk heeft hij hem zover gekregen dat hij nu zijn warming-up aan het doen is. Ben je er blij mee? Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Dit is natuurlijk iets fantastisch voor Noordwijk, denk ik. Zo'n grote meneer, zo'n levende legende. 3 Champions League finales, WK finale, record international. De beste keeper ter wereld van de laatste 20 jaar, denk ik. Als hij die... al is het maar voor 1 wedstrijd onder de lat krijgt bij je oude clubpie. Ja, dan denk ik dat je daar het clubbelang bovenop moet stellen. En de individuele belangen even moet parkeren. Voor de alle duidelijkheid, er zijn nog 8 wedstrijden te gaan. Hij komt slechts voor 1 wedstrijd. In principe komt hij voor 1 wedstrijd. Omdat Mustafa, zoals het er nu uitziet, zaterdag weer speelt. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaan we toch nog even met hem praten. En dan gaan we proberen om het nog wat langer voor elkaar te krijgen. Dus het is niet uitgesloten dat hij volgende week in Zeeland ook te bewonderen is? In principe is het niet uitgesloten. Hij staat daar niet echt voor te juichen. Zeker niet omdat we 3 uur heen moeten, 3 uur terug. Maar mocht de nood aan de man zijn, gaan we het in ieder geval proberen. En zo vanmiddag dus op Sportpark Duinwetering. Edwin van der Sar, we zien hem hier in de warming-up. Wat een belangstelling heeft dit gecreëerd rondom de voetbalvereniging Noordwijk. En hoe gaan zij om met de druk? En dat bedoel ik met name de spelers van Noordwijk, want... Noordwijk liep vorige week tegen een zeepert op uit in Rotterdam tegen Xerxes. 4-3 werd het daar. En hier zien wij de opkomst van de beide elftallen met uiteraard Edwin van der Sar op goal. Nummer 1 op zijn rug. Zijn shirt is geld waard de komende tijd, dat verzeker ik u. Veel toeschouwers waren erop afgekomen. En Noordwijk opende sterk tegen Jodan Boys uit Gouda. De angstgegner van Noordwijk van de afgelopen seizoenen. Jaap van Duin, hij heeft bijgetekend, speelt daar goed in die fase. Maurits Plinter stond op de positie van Diederik Hogewaard. En weet dat ze na behoren het eerste half uur. De eerste minuten waren duidelijk voor de mannen van Dogan Corneille. Hier weer aangespeeld, Jaap van Duin. Vooral vanaf links kwam hij met gevaarlijke voorzetten. Hier zien we er één van. Emiel Wendt kwam net niet helemaal goed uit met zijn passen. Zou Noordwijk vandaag die 3 punten binnenhalen? Om toch nog Quick Boys te blijven achtervolgen. Maar het gaat moeizaam en gaandeweg de partij ging Jodan Boys beter voetballen. Speelde ook wat makkelijker. Noordwijk had toch wat meer nervositeit. De spanning liep toch een beetje op. Er is ook heel wat gebeurd rondom Van der Sar. En hier zien we Van der Sar. Plukt de bal daar weg voor Van Lunteren. Van Lunteren volgend jaar te bewonderen bij Rijnsburgse Boys. Daar zien we Jeroen Bosman. Kop prima terug en dan een... balletje van Jaap van Duin. Dat was een behoorlijke kans, maar Jaap gaat daar niet zorgvuldig genoeg mee om. Jeroen Bosman dus tegen zijn oude clubpie. Had het weer lastig. Hij werd goed bewaakt door onder andere Verkaik. Hier zien we Dorothea in de 1 tegen 1. En wordt daar getackeld. En scheidsrechter De Bruin, die een prima wedstrijd floot, geeft een vrije trap in het voordeel van de manschappen van rood en wit. En Van der Sar die blijft alert. Maurits Plinter dan. Zou hij dan de openingstreffer op zijn schoen hebben? Hij probeert het, maar de bal daalt te laat. Splinter, volgend jaar weg bij Noordwijk. Heeft nog geen nieuwe club. Jodan Boys combineerde er lustig op los. Maar hier wordt die bal goed afgevangen. En is het daar Jaap van Duinen. Die is niet onzelfzuchtig. Geeft de kans aan Bosboom. Jaap had het waarschijnlijk beter zelf kunnen doen. Zij ook na afloop. Maar dat is wijsheid achteraf. We zitten in
de laatste fase van de eerste helft. Komt die bal daar. En dan is het een kansje voor een van de spitsen van de Jodan Boys. Maar Van der Sar was op zijn plek. Straalde rust uit richting zijn verdedigers. Van der Sar, 45, Lentes Jong. En hij had gewoon zin om voor Noordwijk zijn kunsten te laten vertonen. En dan hier Brian Brokker. Valt daar wat ongelukkig. En houdt daar inderdaad, houdt hij zijn aanval er vast. En is het de scheidsrechter die gedecideerd naar de penaltystip wijst. Dan zitten we 10 minuten voor rust. Kijk hier, Brokker. Het handje, ja, en hij valt daar. En is het een penalty. En mag Van der Sar in de 1 tegen 1 tegen Van Lunteren, die de strafschop gaat nemen namens Jodan Boys, laten zien waar Van der Sar goed in is. Het tegenhouden van penalties. Vlak voor rust, Van Lunteren versus Van der Sar. Van Lunteren, wel of niet koelbloedig. Normaal maakt hij ze altijd makkelijk. Maar nu tegenover Van der Sar, spanning. Hij schiet hem in en Van der Sar redt Noordwijk. Toch de spanning te groot voor Jurgen van Lunteren. Die zal een slapeloos nachtje hebben waarschijnlijk. Maar goed, je zat niet vaak tegenover Edwin van der Sar. Noordwijk dan in de tweede helft aangeland. Nog steeds 0 tegen 0. Keeper Straver redt daar op het schot van Emiel Wendt. Kansen waren spaarzaam. Ook voor Noordwijk. Jodan Boys kreeg meer grip op de wedstrijd. Maar Noordwijk hier nog een keer met Dorothea. Steekballetje op Bosboom. En dan gaat Splinter op zoek naar een schot. Daar komt het schot ook. En een paar meter naast het doel. Gonsalves moest Van Lunter uit de wedstrijd voetballen. En dat lukte hem behoorlijk. Een goede aanvalsopzet aan de linkerkant met Brokker. Komt voor de voeten daar van Bosboom in tweede instantie nog een keer. En dan moet hij scoren. Maar is het daar Verkaik die er hinderlijk in de weg ligt. Jodan Boys heeft ook een goede ploeg. Noordwijk had het lastig tegenover hen. Jaap van Duin, de afvallende bal. De 1-2. Weer goed verdedigd. Splinter op het achterhoofd en Bosboom. Noordwijk moest proberen die openingstreffer te creëren. Daar dan, Bosboom. Vol op de pantoffel, maar huishoog over. Het was weer niet de wedstrijd van Jeroen Bosboom. Hij heeft het lastig tegen zijn oud-ploeggenoten. Die scherp op hem staan te verdedigen. En dan de lange trap van Straver. Van Lunter in balbezit aan de rechterkant. Komt die voorzet. En Guy Smit lijkt hem daar makkelijk te kunnen hebben. Maar weifelt. En dan is het daar. Bellassen. Die scoort de openingstreffer voor Jodan Boys. 0 tegen 1. Mohamed Bellassen is daar alert. Weifelend ingreep daar van Guy Smit die verder prima speelde. Maar hier laat hij hem liggen en Bellassen passeert dus Edwin van der Sar. En dat is een jongensboek voor zo'n spits. Noordwijk dan op zoek naar die gelijkmaker. Zit daar dichtbij. Goed keeperswerk van Straver ook. Brokker won het kopduel. En de toeschouwers langs de lijn, het waren er extra veel, mochten hopen op een gelijkmaker daar. Emiel Wendt wordt daar tegen de grond geduwd. Scheidsrechter De Bruin wil van niks weten. Het leek toch op een overtreding. De Bruin stond er dichtbij en oordeelt anders. Noordwijk op jacht naar de gelijkmaker. Dorothea wordt daar vastgehouden door Brank. En die had al geel en die kan van het veld af. Hij weet het al. We zitten echt in de ultieme fase van de wedstrijd waarbij Noordwijk op 0-1 staat. En op zoek moet naar de gelijkmaker. En wie anders dan Jaap van Duin durft de verantwoordelijkheid te nemen. Een meter of 25, daar komt dat schot. En daar komt dat doelpunt. En 1 tegen 1. En Noordwijk houdt een punt over aan deze wedstrijd die in de boeken gaat als de Edwin van der Sar wedstrijd. Want daar ging het toch vooral om deze week. En Noordwijk laat toch twee kostbare punten liggen. En volgende week uit naar Hoek. Altijd lastig. En Van der Sar staat uiteraard handtekeningen uit te delen. Want daar ging het toch vooral om. We hebben de kansen gehad. Je weet, er is zo'n stugge ploeg, krijg je niet heel veel kansen. Maar we hebben een paar hele mooie gehad. Ja, daar moet er zeker één of twee van in. Dan win je. Maar je hebt eigenlijk heel weinig weggegeven. Een pingel die hij heel makkelijk geeft. Die hij zelf vergeet te geven aan ons. Ja, dat zijn dingen die een beetje ons nadeel spelen vandaag. Maar wij hebben helemaal niet zo heel slecht gespeeld.
Van... Je bent heel blij dat hij de laatste seconde nog erin gaat natuurlijk. Waardoor de ongeslagen status die blijft. Hier thuis, Jodan Boys komt niet dichterbij. Je loopt een punt uit op Spijkenissen en zo moet het maar zien. En die titel die lijkt me toch wel aardig vergeven inmiddels. Ja, je zei het vorige week al na die zure nederlaag bij Sterkzes dat je Noordwijk moet dat uit zijn hoofd zetten. Focus op die tweede plek. Gaat ook nog lastig worden. Nou ja, dat zeg ik. In principe heb je in dat opzicht dus goede zaken gedaan. Hè? Want ik zeg, jouw Jodan Boys hou je onder je. En Spijkenissen, daar loop je een punt op uit. Nou, ASWH, die komen er wel aan. We zijn er zeker nog niet. Maar goed, weet je, kijk ook naar de goede dingen die ik vandaag wel gezien heb. En daar moeten we aan vasthouden. En dan moeten we wel het makkelijker net gaan vinden. Dat is even wat stroever op dit moment. Maar goed, dat komt wel weer. Maar Van der Sar die bewees gelijk zijn waarde door die penalty te stoppen. Ja, hij heeft hartstikke goed gekiept. Natuurlijk niet heel veel te doen gehad. Hè? Als we heel eerlijk zijn, is dat zijn enige echte redding die hij moest hebben. En de goal is heel klungelig niet wegwerken van onszelf. En dan zit daar even snel een voetje tussen. Ja. Die kan hij niet hebben. Verder in de coaching en het aansturen, hoge ballen, uitstekend. Ik probeer eigenlijk toch wel een beetje de oude Van Breukelen maniertjes een beetje uit de oude doos te halen. Toch even met de scheidsrechter nog even praten, nog eventjes een beetje irriteren, een drankje erbij. En hij schoot me niet sterk in, maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Ik was er blij mee en de jongens ook en dat gaf even een boost, maar helaas hebben we geen overwinning kunnen halen. Heb je nog wat geleerd deze week? Nou ja, ik had niet verwacht dat het zo'n enorme commotie zou opleveren. En ook een beetje in de communicatie richting onze eigen keepers hadden we beter moeten doen. Dus ook voor de camera wil ik dat rustig toegeven. We hebben dat ook gezegd in een persoonlijk gesprek. Maar goed, daar zijn wij ook niet op bedacht op dit soort. We blijven natuurlijk toch amateurs. En als je achter je kijkt, ziet de commotie daar met heel veel fotografen, kamermensen. Geinig, maar het ging ons natuurlijk om de kwaliteit. En we waren hartstikke blij dat Edwin er was vandaag. Ik denk dat ik bij een balende trainer Dennis van der IJssel sta. Ja, als je zo dichtbij bent, een minuut voor het einde, dat je 1-0 voor staat, dan voelt dit als verliezen. Ja. Hele bijzondere wedstrijd, ook voor jullie, want er is wat gebeurd hè, rondom deze match. Nou, we hebben dat natuurlijk wel minder meegekregen. Dinsdag hoorden wij dat Van der Sar zou gaan keepen. Nou ja, goed, veel jongens uit de selectie zijn fan van Ajax, hebben hem ook zien keepen natuurlijk in levende lijven. Dat is dan wel iets bijzonders, dat je tegen een record international mag spelen. Maar voor de rest was bij ons een voorbereiding zoals alle anderen. En ik denk dat het meer hier een rol speelde zeg maar, dan bij ons. Heeft Van Lunter een slapeloze nacht, denk jij? Nee, moet hij zeker niet hebben. Geen schande. Jon is onze penaltynemer en haalt een waanzinnig hoog rendement. Ja, nu dan niet. En leuk voor Edwin, jammer voor Jorn. Maar ik heb gezegd, ook niet in de put gaan zitten. Kop omhoog. Volgende keer een wedstrijd. Eerste helft vond ik Noordwijk bij tijd wel wat beter. Daarna gingen jullie steeds beter voetballen. En had je eigenlijk ook, gelet op de hele 90 minuten, de 3 punten verdiend? Of... Ik ben het een beetje eens en ik vind dat wij ook Noordwijk in de zadel hebben geholpen. Ze hebben 1 zelfgecreëerde kans kort na de aftrap via Van Duin. Dat hij vanaf links gevaarlijk naar binnen kwam. Daarna leiden wij in de opbouw 3-4 momenten balverlies. En mag je blij zijn dat het niet afgestraft wordt. Maar dat komt wel door het toedoen van onszelf. Ja, tweede helft stonden verdedigend goed. Je geeft 0 weg. Wat je zegt klopt. Ik vond ons in het middenveld gewoon de bovenliggende partij. We kwamen er goed uit, sloten goed aan. Ja, en dan is die 1-0, vond ik op dat moment, een terechte beloning. Ja, dan heel zuur dat je het uiteindelijk nog weggeeft. Ik denk dat we vandaag wel redelijk gespeeld hebben inderdaad. We hebben genoeg kansen gehad in de eerste helft om een doelpunt te maken. Een paar kansen gemist dat je denkt van ja, die moeten er eigenlijk wel in op dit niveau. Ja, dan krijg je bijna de deksel op de neus met een van de weinige kansen die hun zelf hebben gecreëerd. Dus wat dat betreft zijn we toch blij inderdaad dat toch in die laatste minuut op die vrije trap inschoot. Noordwijk TV werd mede mogelijk gemaakt door Regenfiber van de Meermakelaars en restaurant Heromina.